Beste medestanders van Cultuur onder Vuur. Nou, het is gelukt. Eindelijk 22 billboards ter verdediging van de pensioenen van zoveel Nederlanders. Spaarzame Nederlanders. Nederlanders die hun pensioen opgebouwd hebben. Wat uitgesteld loon is. 22 billboards die ons privé-eigendom verdedigen. Maar degene die hier verantwoordelijk is, de officiële toezichthouder voor onze pensioenen, is de heer Klaas Knot. En daarom wil ik eerst het woord tot hem richten. Geachte heer Klaas Knot, al meer dan 10 jaar staat u aan het roer van de Nederlandse Bank. En het is uw taak als president van de Nederlandse Bank om de financiële stabiliteit in Nederland te bewaken. Maar wat is er gebeurd onder uw leiding? Sinds de coronacrisis heeft de Europese Centrale Bank al meer dan 2000 miljard euro bij laten drukken. En dat leidt, zoals iedereen kan weten, tot een massale inflatie, zoals wij nu ook ervaren. Het kostbare spaargeld en de pensioenen van onze gepensioneerde Nederlanders, die worden zo steeds minder waard. En de pensioenen zijn al jarenlang niet geïndexeerd, vanwege de hele onnatuurlijke en lage rente die ingesteld is door de Europese Centrale Bank. De Nederlandse pensioenen hebben een gezamenlijke waarde van meer dan 1400 miljard. En die verdampen op deze manier. En zo verdampt het spaargeld van de Nederlanders. Dit kan zo niet doorgaan. Wij moeten hier een einde aan maken. En daarom roepen wij u op, meneer Knot, om te doen waar de Nederlandse Bank voor opgericht is. Het bewaken van de financiële stabiliteit en het privé-eigendom van de Nederlanders. Meneer Klaas Knot, nodigt u ons uit, neemt u onze petities aan en de petities van 62.000 Nederlanders die zich zorgen maken over hun spaargeld en over hun pensioenen. Minister Van der Wal van Landbouw is u voorgegaan en heeft onze petitie in ontvangst genomen. En er zijn nu 62.000 Nederlanders die een beroep op u doen om ook hun geluid te horen en om op te komen voor het financiële recht en het privé-eigendom van de Nederlanders. Beste donateurs van Cultuur onder Vuur, we hebben onze boodschap gegeven op deze manier aan meneer Klaas Knot. Wilt u ons blijven steunen om dit werk te doen? We hebben uw hulp nodig. Tekent u de petitie, verspreidt u deze video onder zoveel mogelijk mensen. En u mag er verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen wat wij kunnen. Met al onze energie en al onze kracht zullen wij blijven strijden voor het privébezit van de Nederlanders. Wij zullen doorgaan en zullen niet opgeven. Ik dank u wel.